Mijn naam is Nico Rinks. Ik ben een van de oprichters van Rinks Arbeidsdienst. Naast mijn werk heb ik een hobby en dat is roeien. Ik heb zelf veel geroeid tot en met Olympisch niveau. Tegenwoordig begeleid ik een damesroeiteam op weg naar de Olympische Spelen in Tokio. Ja, ik denk dat er wel zeker nog steeds een heel groot taboe op het begeleiding vragen, het begeleiding krijgen bij mentale kreukels heerst. Als ik dat in de sport op de sport betrek, dan zullen veel mensen zeggen van ja, als je mentale begeleiding nodig hebt, dan ben je per definitie geen topsporter. Dat is onterecht, omdat ik denk te weten dat het juist een teken van kracht is als je voor jezelf durft te bekennen wat elementen in jouzelf zijn die versterking behoeven. Dus je wordt er alleen maar als je het over sport hebt, een betere sporter van. Ik ben ooit, 1992, lang geleden, wereldkampioen geworden met een jongen die ik dacht heel goed te kennen. En toen wonnen wij een wereldkampioenschap en nog voordat wij op het erevlot mochten plaatsnemen, bekende hij mij. Hey, ik ben een jaar lang begeleid geweest door een sportpsycholoog. En blijkbaar had hij mij dat niet eerder durven bekennen. En dat weet ik nog alsof het gisteren gebeurd is. Dat was wel een heel bijzonder moment. Het was helemaal niet nodig geweest om dat van mij te verzwijgen. Maar goed, blijkbaar vond hij dat hij dat niet moest bekennen, omdat ik hem dan misschien wel een te zwakke sporter zou hebben gevonden. En dat ik nooit met hem had aangedurfd om een wedstrijd te gaan roeien. Maar dat was zeker niet het geval, denk ik. Ik denk dat wat ik in de sport dan heb meegemaakt, dat ik dat tegenwoordig nog steeds ook in het bedrijfsleven wel herken. Ik zie dat sommige mensen het nog steeds eng vinden om begeleiding, niet alleen door een bedrijfsarts, maar zeker ook door psychologen of een workshop mentale fitheid mee te maken. Dat mag dan in het begin zelden binnen de muren van het bedrijf zelf, want oh jee, je zal maar gezien worden terwijl je zo'n cursus nodig hebt. Het zou heel mooi zijn als uiteindelijk ook, net als in de sport, zich dat ontwikkeld heeft, dat het een teken van kracht is als je daaraan meedoet. Ik denk dat het wel zou helpen om het taboe te doorbreken dat de mensen die in de ogen van anderen heel erg succesvol zijn, dat die hun echte verhaal vertellen en ook laten weten aan anderen in hoeverre zij geholpen zijn geweest door hele goede begeleiding. Ik geef de microfoon door aan Kees Geluk. Kees is hoofdmedische dienst bij ASR. En Kees gaat iets vertellen over mentale kreukels bij ondernemers.